is niemand minder dan Fred van Boeschoten van de technische dienst. Ja, ik zorg er wat met een RMS eraf gevraagd. Oh, ja, nou, kom er even bij, Fred. Ja. 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 Fred, welkom. Ja. Wat ik mij afvroeg, hè, want het is een enorme hal. Het is een flinke hal, ja. Ja. En hoe zit dat nou met die klimaathuishouding? Nou, daar is al mijn rekening mee gehouden. Er ligt hier 5 kilometer tochtworst. Daar lig je opgeslagen verderop. Dat is een industriële tochtworst. Dat is een industriële. Die kent allemaal wel van thuis, van de deur, met de dina. Nou, dat doen wij hier in het grond. En hoe lang is die tochtworst? Het is al 75 kilometer. 75 ja. Kilometer, dames en heren. Maar en ik zie daar, en die wordt dan binnengetakeld. Daar wordt dat wel bij. Met die grote takel die u daarboven staat, die heeft een bedrijfslast van zo'n 16.000 kilogram, dames en heren. Kilo, ja. Als je dat in grammen uitrekent, dat is wel 16 miljoen gram is ja, dat, hè? Precies. Hebben we het over 16 ja. miljoen gram, dames en heren. Ja. Ja. Ja, en tochtstrips, hè? Ja, tochtstrips ook. En die moeten allemaal vastgeplekt worden, hè? Daar hebben ze dus allemaal werklozen voor ingezet. Oh. Ja. Want die moeten in het arbeidsritme komen. Ja. Ja, en waar ik mij ook heel erg zorgen over maak, en met name mijn moeder die zich daar heel veel zorgen over maakt, is hoe zit dat met die gordijnen? Welk? Met die gordijnen. Wie gaat die gordijnen een sopje geven? Dat vraag ik mijn eigen opgave. Ik ga het niet doen. Nee, dat geloof ik, ja. Ja. Maar daar zijn stofnesten tot de bed. Dat klopt, ja. Van ja. die grote gordijnen. Dus als jullie moeder toch niks te doen, nee, dan kan ze hier beginnen. Ja. Ja, als ook in het arbeidsritme komen. Ja, die zit nu al gewoon met een burn-out thuis. Oh, dat is prima. Dat, dan kan ze hier gedachte, alleen al dat ze daaraan zou moeten beginnen. Ja, volgens mij zijn wij rond. Ja. Ja, nu is het tijd voor de afsluiting. Ja. Zal ik de afsluiting doen? Maar dat doe ik. Oh. Houden we.